Dag luisteraar, een bijzonder goede morgen. Het is alweer tijd voor een nieuwe aflevering van Ochtendland, niet waar Mike? Ja, inderdaad. De ochtend geeft hout in de mond, zeg maar wel eens. En wel, we gaan dat ook letterlijk en figuurlijk nemen natuurlijk, hè? Want dat is inderdaad een nieuwe aflevering van At The Studio. Ik heb vlug een sommetje gemaakt, een rekensommetje gemaakt, want we hebben niet alleen vandaag onze At The Studio, maar ook morgen een speciale At The Studio met onze politieke gasten. En we hebben maar liefst 31 gasten die we van dit weekend mogen verwachten hier in onze studio. Ja. Wat toch wel veel is, hè? Ja, en de mensen kunnen het ook via RDS meevolgen nu, want we hebben dat systeem ook veranderd, dat via RDS ook een update komt van iedereen die aan bod komt en alle timings en zo meer staan er ook allemaal op. Dus ja, en via Meteor TV kan men het ook allemaal volgen. Dus, maar we moeten dus snel van start gaan en de eerste gasten zitten al klaar, hè? Klopt, inderdaad. En ze kunnen dus meekijken en meeluisteren naar onze eerste gasten die de spits mag afbijten, dat is Isabel Boons. Isabel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik val meteen met de deur in huis, Isabel, voor de mensen thuis die jou niet zouden mochten kennen. Wie is Isabel Boons? Wel, ik ben auteur, eerst en vooral. Daarnaast ben ik ook uitgever bij de uitgeverij waar ik zelf voor schrijf. Ja. Dus mijn nieuwste boek, Ketchup is een groente, is ondertussen het 15e boek. Ja. Dus ja, dat ben ik. Ik heb twee kindjes, ben 38. Ja. Twee kindjes van 2,5 jaar en 5. Kan je nog herinneren, Isabel, waar de passie is geboren om zeg maar te schrijven? Wel, eigenlijk ben ik altijd geïnteresseerd geweest in media. Mm-hmm. Dus mijn eerste liefde was radio maken. Ik heb dan ook mijn stage gedaan bij Radio Donna. Ja. Maar van kinds af aan schreef ik al, kent dat wel, opstelletjes enzovoort. En op die manier is dat verder gegroeid. Ja. Als je nog tijd over hebt, Isabel, we kunnen altijd nog stemmen gebruiken. Ja. Ja. Dat kan dus nooit van op afstand, hè. Techniek tegenwoordig. Het is dat. We gaan dat van thuis uit. Met een computer thuis kan je... Dat is een fantastisch idee. Straks nog een keer overklappen dan. Ja. Zeg maar, het is ook een speciaal, eigenlijk een spannende dag voor jou, hè, vandaag. Ja, want, absoluut. Het is de lancering van dat boek eigenlijk. Ja, hè? Het is een lancering samen met de Stad Diksmuiden. En Kenny de Saver doen wij vanmiddag een heel groot evenement in Diksmuiden, genaamd Kidsmuiden. Mm. Dus niet alleen wordt het boek ervoor gesteld, maar het is ook een echt kinderparadijs. Ja, ja, ja. Denk maar aan clowns, springkastelen, fietsparcours. En bovendien, het allerbelangrijkste doen we op 3 uur een hooi naar het wereldrecord van de luidste schreeuw. Ja, ik ging het vragen. Hè? Dus de luidste schreeuw die moet in Diksmuiden weer klinken. Die vandaag. Moet in Diksmuiden. We mogen voor 1 keer heel hard schreeuwen dat we geen groente lusten. Ene keer mag dat. Ene keer mogen alle kinderen roepen dat ze geen groente lusten. En zonder gebruik te maken van geluidsversterking waarschijnlijk. Nee, dus, inderdaad niet. En we moeten, het record is 127 decibel, dus dat evenaart een straaljager. Dat is veel, hè? Dat is heel veel. En geen wc-rolletjes gebruiken ook? Of van een tractor of zo? Niks. Geen megafoon. Wel je handen mag je gebruiken. Dat ja, dat wel. Ja. Dus je hebt eigenlijk veel kindjes nodig deze namiddag. Ja, absoluut. Ja, dus een oproep langs deze. Dus, allemaal die, afkomen. Ja, voilà, die nog niks te doen hebben of nog geen plannen hebben. En de ouders mogen ook meeschrijven. En de ouders, dus kijk. De ouders mogen ook meeschrijven. Als we eens goed En het is prachtig weer. Ja, ging net zeggen, gelukkig. De zon schijnt dus. Ja, de zon schijnt. Het zal niet overdreven warm zijn. Dus er zijn eigenlijk geen... Maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet, want anders zweten ze al op voorhand voor ze geschreven hebben. Dus dat is geen probleem. Dus ja, dus iedereen naar Diksmuiden. Ook Sandra Beccari komt meeschrijven. Ik ging het net vragen, want het voorwoord is geschreven door Sandra Beccari. Van waar ken je Sandra persoonlijk misschien of zo? Ja, wel, eigenlijk ben ik haar uitgever ook. Ah ja, oké. Okay. Voilà, dus ze schrijft boeken bij ons ook. En ik heb haar gevraagd, Sandra, wil jij mijn boek lezen? Mm-hmm. Wordt het door jou goedgekeurd? En ze was er onmiddellijk enorm enthousiast. Ja. Mm-hmm. En samen steken wij onze schouders eigenlijk onder de VZW Superkrachtig Lekker. Mm-hmm. Die momenteel bezig is met de fundraising voor een keuken in het UZ Gent. Ja. De afdeling oncologie voor de kindjes. Mm-hmm. Dus ook vanmiddag geef ik 1 euro per verkocht boek aan deze VZW. VZW. Ja. Zeg over het boek zelf, Isabel. Ketchup is een groente, lees ik. Het is inderdaad een probleem dat veel ouders wel kennen, denk ik. Kindjes lusten niet zo graag groenten. Hè? Nee, en dat was ook bij mij en is nog altijd een gigantisch probleem. Sommige dagen gaat het beter. Ja. Maar mijn kinderen aten eigenlijk alles tot de leeftijd van 2 jaar. En plots kwam de grote oerknal, bij wijze van spreken. Lusten ze niets meer. Dus als foodie zijnde, en ik ben een jarenlang culinair journalist geweest, hou ik van koken. Maar door hen verloor ik eigenlijk de passie voor het koken. Ja, ja. Dus ik ben op een andere manier moeten beginnen koken. Want ik had geen zin meer om 's avonds 3 verschillende maaltijden klaar te maken, om dan te moeten horen dat ze liever lasagne uit het pakje aten. Ja, is daar eigenlijk een verklaring voor, denk je, Isabel, dat kinderen zo toch wel moeite hebben om groenten te lusten? Wel, ik denk bij de leeftijd van 2 jaar
beginnen ze hun eigen willetje te hebben en houden ze van het woord nee. Mm. Bovendien, groene kleuren associëren zij met, ik vind dat niet lekker. En ja, we zijn eigenlijk allemaal aangeboren met de voorkeur voor een zoete smaak. Ja. En op die manier, ja, groeit dat. En daarom lusten ze geen groenten. Mm-hmm. En is suiker wel heel gemakkelijk. Ja, maar niet gezond natuurlijk, want als we de vergelijking maken, ja, groenten zijn echt wel nodig in een voedingspyramide, als ik het zo mag zeggen. Groenten en fruit zijn onontbeerlijk van kleine leeftijd. Ja. Dus vandaar het boek, denk ik dan maar. Vandaar het boek. Het staat vol met tips en tricks om de kindjes meer groenten te laten eten. Het gaat van groenten verbergen tot leuke manieren om groenten te presenteren. Maar het is niet alleen een boek voor kinderen, want ook voor volwassenen. En wij eten mee op de manier... die ik ook. Dus het is eigenlijk voor alle leeftijden. Ja, ja. Van 2 tot 99. Ik vind de titel eigenlijk wel leuk gekozen. Ja. Ketchup is een groente. Ja, ik hou ervan om een beetje controverse uit te lopen. Ja, maar toch, ja. Ja. Want dat wordt soms misschien wel door kinderen ook zo gezien. Dat ketchup inderdaad... Ja, absoluut. Als en ze doen het overal op, hè. Dan denken ze van, als ik ketchup gegeten heb, dan hebben we tomaatjes binnen. Voilà. Terwijl er eigenlijk totaal geen tomaten... Nee, dat zit eigenlijk boordevol suiker. Ja, voilà. Daarmee dat er ook een gezond ketchup-recept in het boek staat. Waarom moeten kinderen, maar ook volwassenen, jouw boek lezen, denk je? Goh, eerst en vooral omdat het boordevol tips staat. Mm-hmm. Niet alleen... creatieve gerechten en hoe verbergen we nu groenten of hoe bieden we groenten en fruit aan. Maar ook bijvoorbeeld de plaats aan tafel in een gezin is heel belangrijk om die eetmomenten leuk te houden. Er zijn heel veel mensen die de jongste koter aan het hoofd van de tafel zetten, maar dan geef je hem op een of andere manier een privilege. Ja. Voelt hij zich de baas aan tafel. Dus zo'n tips en tricks staan er ook in. Ja, dus in alle geval, dat boek moeten we eens absoluut, doornemen. Hè, als zeker, we, zeker als jonge ouders inderdaad, voor die inderdaad wat tips te kunnen geven. Ja. Zeg, vanmiddag dus de lancering van het boek. Het is een heus kidsfeest, dus we moeten allemaal in Dichtsmuiden zijn. Mm-hmm. Maar is er nog zo'n bucketlist, Isabel, waarvan je denkt van, ja, oké, je bent al toe aan je 15e boek, maar is er nog zoiets waarvan je zegt van, dat is nog iets wat ik toch als uitgever, als auteur wil bereiken? In de top 10 staan, hè, met het voilà, boek, ja. Uiteraard. Ja. Dat wil iedere auteur. Ja, dat is inderdaad iedere auteur. Ja. Maar zijn er nog nieuwe plannen ook in de toekomst, waarvan je denkt van, ja, dat zijn nog wat dingen die ik wil doen? Als dit een succes wordt, een vervolg schrijven uiteraard. Ja, ja. En als alles goed loopt, is het een grote droom van mij om after school parties te geven voor ouders en kinderen in Dichtsmuiden. Ik heb daar een kantoor gekocht. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de bedoeling om de vrijdagavond na school workshops te geven voor de mama's. Ja. En leuke dingen te doen voor de kinderen. En niet te vergeten met gin tonic. Ja. Dat staat gin tonic? Met gin tonic. Uiteraard, dat verdienen we af en toe. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, eventjes die groenten van tussen te inderdaad. Laten. Inderdaad. Ga je dan zelf achter de bar staan van zo'n Of achter party. De kookplaten. Nee. Zeg, Isabel, iets anders. Je vertelde me net in ons vorige gesprekje dat jij ook ooit, of lange tijd tenminste, aan volleybal hebt gedaan. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb heel lang volleybal gespeeld, tot ik 20 jaar was. Ja, en volg je dat volleybal nog? Toch wel een beetje. Dan weet je ook dat er deze avond eigenlijk toch wel een spannende match. Ja, iedereen daarheen, zou ik zeggen. Wat denk je, de wedstrijd tussen Knak en Maaseik vanavond? Knak, hè. Ja. Knak moet winnen, hè. Knak zou moeten winnen om de West-Vlaamse Ere. Het zal een serieus feestje worden, denk ik. En daarnaast is er ook morgen Moederdag. Is dat ook een speciale dag ten huize? Ja, hé, want wij zijn met twee mama's thuis. Dat wordt een dubbelfeest. Een dubbelfeest, absoluut. Ja, ja. En stel nu maar eens dat de schreeuw gelukt is deze namiddag in Dichtsmuiden. Dat alles champagne. Net is gelukt. Voilà. Dan wordt het inderdaad, ik ging bijna zeggen, een champagne ontbijten voor Moederdag morgen. Inderdaad. Fijn. Dus ketchup is een groente. Is het boek al te koop vanaf... Ja, het is te koop sinds donderdag. Ligt hij overal in de standaard boekhandel. De FNAC en zo, online uiteraard. Ja. Dus massaal naar de boekhandel. Massaal naar de boekhandel, maar eerst naar Dichtsmuiden. Eerst naar Dichtsmuiden vanmiddag. Mensen die iets meer willen weten over Isabel als persoon, kunnen die terecht op een of andere website? Ja, ik heb ook een website, www.isabelboons.be. Ja. Ook de Facebookgroep Ketchup is een groente. Ja. En de pagina van Gin tot Pap over mijn vorige boek. Of je, daar zitten we met z'n 18.000 mama's. En papa's dus. Oké, voilà. Fantastisch. Voldoende tips en tricks. Ja, voldoende. Ja. Als er nu één tip is, Isabel, om dit gesprekje af te ronden, al dan niet uit het boek, om kinderen groenten te doen eten. Laat je gaan. Samen genieten. Ja. Samen aan tafel zitten. En niet opscheppen uit de potten op het fornuis, maar zet ze gewoon op tafel. En laat de kids zelf hun groenten en vleesjes enzovoort inscheppen. En
misschien de allerbelangrijkste tip, verplicht ze niet. Ja. Want dat werd averechts. Dat werd averechts, ja. Inderdaad. Men zegt ook wel eens dat aan tafel zitten met de ganse familie, dat dat ook de momenten zijn waarop eigenlijk wel gesprekken geboren worden. Absoluut. Nu, met mijn kids is dat nog wat moeilijk. Ja, oké. Maar dat komt wel. Ja, dat komt absoluut. Nee, maar dat is een van de leukste momenten. Ja. Zeker 's avonds na school even tot rust komen. En dat lukt ook niet altijd. Nee, tuurlijk, het zijn kleine ja. kinderen, ja, die kunnen niet lang stilzitten. Ja. Want het lukt toch voor een minuutje of vijf dat wij met elkaar kunnen babbelen en vragen hoe een dag op school is geweest. Wat dus ook dat is wel belangrijk. Is. Ja, heel belangrijk. Ja. Goed, zeg Isabel, ik dank je om eventjes op deze toch wel spannende dag voor jou het langst te willen komen hier in onze studio. Ik zou zeggen, heel veel succes daar straks in dit En iedereen smaren. Afkomen, zou en ik zeggen. Iedereen we afkomen. Hebben volk nodig. We moeten schreven vanmiddag, dus die stembanden een beetje smeren en dan zijn we te gast in Dix Muiden. Fantastisch. Fijne zaterdag, Isabel. Jullie en heel ook. Graag tot de volgende. Dank je wel.